Zo'n 25 jaar geleden heette het nog Zweden Conservatorium. We zaten in dat prachtige gebouw in de Van Baarlestraat. En op een gegeven moment, ik kan dat nieuws, we gingen fuseren met andere kunstinstellingen. Dat was natuurlijk iets heel bijzonders. Daarvoor hadden we een kleine fusie gehad, het Amsterdams Conservatorium met het Muzieklyceum. Dat was ver daarvoor. Dat vond ik een hele goede greep. En op een gegeven moment gingen we nog groter worden. Dat was dus vanaf de stichting van de AHK. En uiteindelijk kwam er dan één groot pand, zodat we geen filialen meer hoefden te hebben. Dat was dus dit. En dat is een goede greep geweest. Er zijn veel meer buitenlanders. Dat valt me veel meer op. Als je zo in de kantine rondloopt, dan hoor je ontzettend veel Spaans en Engels en soms Frans. Dus we worden heel erg internationaal. Opvallend is eigenlijk het gestegen peil van de studenten. Als ik nog nagaan toen ik pas hier benoemd was als leraar, of niet hier, maar aan het Amsterdamse Conservatorium, dat is dus 45 jaar geleden, ja. En toen was het, ja, goed, we hadden een goed peil, we hadden echt uitschieters. Uit die tijd dateert bijvoorbeeld Ronald Brautigam, dat is echt een ster geworden. En later Wiebe Suryadi of zo, dat zijn mensen die zijn dan heel beroemd geworden. Maar nu wemelt het van de grote talenten, zou je kunnen zeggen. Dus het peil gaat ook bij de toelatingsexamens. Ze worden steeds beter op jongere leeftijd. Wat mij is bijgebleven van die 45 jaar, dat zijn zoveel momenten. Jee, dan moet ik eens even nadenken. Wat heel erg leuk is geweest, maar dat is, sorry, dit gaat over mezelf. Dat is op een gegeven moment werd ik gevraagd om op een zaterdag naar de Bachzaal te komen. En die Bachzaal, dat was die mooie zaal die aan het oude Amsterdamse Conservatorium zat. En ik wist helemaal niet wat we gingen doen. En ik kom daar bij de Bachzaal en daar staat het hele trottoir vol met oud-leerlingen. Uit Japan en uit Spanje. En wat hadden die nou gedaan? Die hadden een bijeenkomst georganiseerd om te vieren dat ik 70 jaar werd. En dus ze hadden één persoon, dat is Wieneke Jordaans, die heeft 8 of 9 maanden gewerkt in het geheim om al die oude studenten bij elkaar te krijgen. En daar hebben ze een geweldige happening van gemaakt. En het is mij overhandigd, een dubbel cd van oude opnames van mij van vroeger van de radio. Daar hebben ze ook achterheen gezeten. Maar moet je eens nagaan wat een werk dat is voor die mensen. Dat zal ik nooit vergeten. Daardoor heb ik ook altijd nog hele dierbare herinneringen aan de Bachzaal.